Dag drie alweer van het trainingskamp van ADO Den Haag hier in Spanje. Het zonnetje schijnt eindelijk. Het lijkt een dag als alle anderen, maar het is vandaag 5 januari. De dag dat mogelijk het Chinese geld binnen zou komen. Er is druk telefonisch verkeer met de persvoorlichter Ronald van der Geer. Maar hij kan nog steeds geen groen licht geven. Het lijkt dus een dag als alle anderen. Maar niet voor Gianni Zuiverloon, altijd spelend met rug nummer 51. En dat staat voor 5 januari, de verjaardag van zijn zoontje. Ik heb vanochtend met hem gefacetimed. Hij is 3 geworden. En hij vroeg me nog, papa, kom je ook op mijn feestje? Maar helaas moest ik hem teleurstellen, ja. Wanneer was de laatste keer dat je die verjaardag hebt meegemaakt? Niet. Want de geboorte zelfs ook niet, denk ik. Jawel. De geboorte gelukkig wel. Daar kon ik nog net bij zijn. Maar voor de rest heb ik hem nog niet meegemaakt, nee. Elke keer als hij jarig is, dan voel je het wel. Want je wil natuurlijk bij zijn verjaardag zijn. Maar ik wil niet zeggen dat je eraan moet wennen. Maar ja, je moet er wel aan geloven dat je, zolang je nog voetbalt, dat je zijn verjaardag niet zal meemaken, denk ik. En dus zit er niets anders op dan de dagen hier in Spanje maar zo goed mogelijk door te brengen. Nou, we hebben gewoon een heel leuk team. Dus we lachen met elkaar en eten, drinken. Sommigen spelen PlayStation. Dus de dagen gaan eigenlijk best wel snel voorbij, hoor. En je traint hard, dus je hebt ook wat rust nodig. Dus het gaat wel snel. Eten, slapen, trainen en een spelletje doen. Ja, precies. Ik denk, meer dan dat kan je niet doen. En je moet zo goed mogelijk herstellen, want de trainingen zijn best zwaar. Dus je hebt je rust nodig. De rust, het vertier en de spelletjes vinden allemaal hier plaats, in het Almenara Hotel in Sotogrande. Gelegen op een golfresort en van alle gemakken voorzien. En dan is er op de training even lichte paniek. Vito Wormgoor moet met een knieblessure naar de kant. In eerste instantie lijkt het allemaal mee te vallen, maar het is nog even afwachten.